Dan begreep ik wel dat uh, er een onderzoek was gedaan onder Nederlanders en die zeiden van, ja, die toxjes moeten het wat minder hebben over al dat gedoe in Den Haag, over die politiek, want uh, dat polariseert alleen maar en dat willen we niet. Ja, daar zit wel iets in. Het wonderlijke is natuurlijk dat de kiezers, eh, dat, die, eh, dat die allemaal dingen willen die zij eigenlijk niet willen. Dus vraag je ja, aan de kiezers, vindt u dat er een beetje scherp gedebatteerd moet worden, of polariseren tegen... Solidair moeten we zijn en samen alles oplossen en zo. Maar ze stemmen wel op mensen die natuurlijk in de afgelopen 25 jaar een, een, een groot toneelstuk van de politiek hebben gemaakt. Ze stemmen op populisten, op kletsmajoors. Niet soms. allemaal natuurlijk. Niet allemaal, dat is waar. Maar voor een deel doen ze dat wel. En dat is ook genoeg niet: 80% niet, maar 20% wel. En dan krijg je die andere aanjager van dit soort van problemen. Namelijk die godvergeten aandacht van de media voor mensen die veel lawaai maken. He? Die gekke dingen zeggen. Ja, wie heeft nou de afgelopen tien jaar de meeste aandacht getrokken van de media en de politieke wereld? Nou ja, dat is uh, onze opheffvriend. Ik bedoel, Baudet Wilders? Baudet. Ja. Nee, Wilders is, is langzamerhand wel een beetje in een soort parkeerbaan terechtgekomen. ja, hij zegt in principe dezelfde kletskoek als, als Baudet. Maar, maar ja, we zijn er aan gewend geraakt aan die kletskoek van Geert. Maar Nederlanders zeggen ook de. Dus, Het zit daar maar een beetje te zitten, natuurlijk. Ja. Ik denk dat hij zelf ook wel eens s'nachts wakker wordt en denkt: Jezus moet nou nog 30 jaar door, terwijl ik eigenlijk een volkomen betekenisloos ben geworden. Maar voor veel mensen is die een soort held. Ja omdat die het tegen zijn. He, ik ben tegen. Denk, denk aan het, ooit het fantastische succes. van Koot van, en de Beer met hun tegenpartij. En de enorme moeite die ze gehad hebben. om te vermijden dat die tegenpartij. een reële propositie werd. Want hoe ging dat toen? Dat werd zo populair door het programma. Ja. Dat, dat mensen dachten: dit moeten jullie echt gaan doen. Ja, de tegenpartij. Ja, de, de populisten, vanaf, vanaf Fortuin tot de dag van vandaag. Dat is de tegenpartij. Die zijn overal tegen. Voor zover het de overheid betreft en de samenleving betreft. Maar het is de tegenpartij. Ik moet er niks van hebben. Het zijn allemaal oprichters. Je weet hoe het in Den Haag is. Allemaal zakken. Nou ja, de bekende argumentaties. En er zijn altijd wel voorbeelden die dat schijnbaar lijken te bevestigen. En waar leidde dat bij Colin de Bier dan toe? Want dat was een cabaretprogramma in principe. Nou, oh, ik ben vergeten hoe het nou precies maar het succes was enorm. En ik denk echt heel terecht. Dat was een heel leuk idee natuurlijk. Ze hadden goed begrepen wat, wat laten we zeggen, veel mensen drijft om, om dit soort van meningen te hebben. Sowieso bij Colin de Bier. Heel veel sketches zijn nog steeds actueel, als je ja, ze ziet. Ja, zeker. De Vieze Man dat is ook heel bekend. Ja, de Vieze Man. In die lange tijd. Ja, en, en hun grootste talent, dat heb ik altijd enorm bewonderenswaardig gevonden. Dat ze op tijd gestopt zijn. Ja. Dat is, dat is uh, fantastisch. Want ze leven beide nog, hè? Volgens mij leven ze ja, allebei ja. nog, ja. Maar je ziet ze niet meer uh, in de media, nee. volgens mij. kunnen ze nou weer zeggen. Dan kunnen ze beginnen met, uh, met die 20%. Die kan beginnen met, met op te houden, op partijen te stemmen die daar niets toe doen. En op partijen die stemmen die reële programma's hebben die uitvoerbaar zijn. En op partijen die bereid zijn om ook regeringsverantwoordelijkheid te nemen. Kijk, zolang je aan de zijkant staat... Hè. Eh, mevrouw Simons heeft ongetwijfeld vaak genoeg gelijk. Maar wat heb je eraan? Een flikker. 0,0. Het zijn bedweters in de marge. Had ik nog een vraag ook over... Politiek is een lastig bedrijf. Nog een vraag over binnengekomen van iemand. Die heeft hem ook ingesproken. Ja, goedemorgen met Mark de Jong uit Den Haag. Ik heb twee leuke ideetjes voor de podcast van Maarten. De eerste is: uh, moeten we niet af van de mogelijkheid dat mensen hun zetel meenemen als ze een partij verlaten in de Tweede Kamer? Ik bedoel, er zijn uh, mogelijk de voorbeelden te over van de groep Haga, groep dit, groep dat. Ja, is allemaal leuk en aardig, maar je stemt op een partij. Ja, maar als iemand die ruzie krijgt en vertrekt, dan moet hij die zetel achterlaten. Want dat is één, maar het wordt ook nog eens bijzonder moeilijk om, uh, om tot overeenstemming te komen met zoveel kleine groepjes. Het leidt tot polarisatie. En het tweede idee is van uh, wat vindt Maarten van het optreden van uh, bijeen? Ik uh, bedoel, uh, die dame, je mag het met haar eens zijn of niet. Maar hoe zij de politiek bedrijft, net als veel andere partijen trouwens hoor. Het leidt alleen maar tot meer en meer polarisatie. Ik denk niet dat, het, uh, dat ze haar zaken goed doet, als ik eerlijk ben. Nou, dat was het. Tot ziens. Ja, dat, het probleem is dat in onze grondwet verankerd is dat de Kamerleden uh, een persoonlijk mandaat hebben. Dus het mandaat van een, noem maar eens wat op. van een lid van de CDA-fractie in de Tweede Kamer is niet een CDA-mandaat, <coughs> zoals ook de vraagsteller lijkt te suggereren. Het is een persoonlijk mandaat. Het, dit, dit systeem is bedacht toen er geen politieke partijen waren, althans niet in de vorm die wij kennen. En wij denken allemaal, we stemmen op de CDA in dit geval. En, dan, en wie er dan op die lijst staat, kan ons, of althans de meeste kiezers, kan daar geen klap schelen. Al, al weet je dat uh, er zijn Kamerleden die ook een enorme persoonlijke aanhang hebben. Maar er zijn er maar een paar in het algemeen. In dit geval is dat bijvoorbeeld omzicht. Dus nee, dit kan niet gerealiseerd worden, want dan zou je de grondwet moeten wijzigen. Ik weet ook niet of het zo verstandig zou zijn om de grondwet te wijzigen. Ik denk eerlijk gezegd dat het veel verstandiger zou zijn om het selectieproces van mogelijk nieuwe Kamerleden, om dat eens nauwkeurig te bekijken. Tegen luid die voor zichzelf zijn begonnen in de Kamer, is vaak van tevoren uitgebreid gewaarschuwd. Doe het niet, want die en die is van plan om, zodra ik er zit te zeggen: Ja, ik ben het toch niet zo eens en ik heb er nog zo over nagedacht, maar goed. En dan wordt hij dus een groep. He, hoe is het mogelijk dat zo'n man als van Haga opduikt in de VVD-fractie? Dan moet er toch met het selectieproces in die partij iets grondig mis zijn. Want bij was het bekend vooraf dat hij die ambitie had? Nou, nee, niet dat hij die ambitie had, maar dat hij een, 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 een laten we zeggen, een. Een bijzonder onaangenaam geschakeerd zakenleven achter zich had. Hoe komt zo iemand in de Kamer? Nou goed, ze hebben er ook niets dan ellende van gehad, natuurlijk. Want tenslotte zijn ze gedwongen geweest om hem uit de fractie te zetten. Dat is natuurlijk een testimonium paupertatis ten aanzien van de selectiecommissie. Dus die selectie die zou veel scherper moeten en beter moeten. Ook niet te veel jonge mensen. Kijk nou eens wat mensen. Dat lijkt natuurlijk allemaal enorm leuk, want er moeten ook jongeren in de Kamer zitten en zo. Ik vind dat niet zo verstandig eigenlijk. Kijk eens wat iemand over een iets langere carrière tot stand heeft gebracht of heeft gedaan. Dan heb je dan een veel betere kijk op of zo iemand geschikt is voor de Kamerlegging. Dan is het geen afspiegeling van de samenleving. Dat is wel het doel van de Tweede Kamer. De Tweede Kamer is geen enkel opzicht een afspiegeling van de samenleving. Dat is wel het doel, toch? Ja, dat kun je wel zeggen. Volgens mij is dat in ieder geval niet in de grondwet verankerd. Het is een idee wat we hebben dat zou moeten. Maar nimmer, nimmer, nimmer is de Tweede Kamer een afspiegeling geweest van de samenleving. Ik geloof dat er nu vrijwel niemand in de Kamer zit die niet op enige wijze tertiair gevormd is. Ook bij de PVV. Daar had je ook allemaal van die luid 12 van wachten, 13 ongelukken. Maar die hadden allemaal wel iets gedaan in hun verleden. Dus dat, dat moet je als onvolledig uit je hoofd zetten. In feite is, is de Tweede Kamer, hoe, hoe het ook zij en hoe democratisch in principe het ook is, is een afspiegeling van zeg maar, de top van de Nederlandse samenleving. In die zin van de elite. Ja, hoe krijg je mensen die niet tot de elite. Je kunt misschien wel wat mensen uit de niet-elite recruteren, maar hoe goed zijn die als Kamerlid? Hè? In hoeverre zijn die in staat om behoorlijk te functioneren als kamerlid, dat is een vrij complex affaire. En dan moet je er natuurlijk voor zorgen dat die kamer, dat die, die kamer niet een soort duiventil wordt. Hè? Even een paar jaartjes kamerlid en dan kun je burgemeester van Uden worden, ik noem maar wat op. Hè? Of je kunt zus of zo, eh, staat leuk op je cv. Nee, je moet twaalf jaar in de kamer gaan zitten. Niet na vier jaar er weer uit of na acht jaar al er weer uit. Net als je er tegen de tijd dat je begrijpt hoe het systeem werkt, ga je eruit. Ik geloof dat de VVD bij de afgelopen verkiezingen de helft van zijn fractie vervangen heeft. Dat is een testimonium, palpatates voor de VVD. Dat is falen van de VVD. En Maar ook idem voor andere Kamerleden. Waarbij bovendien vaak hele vervelende en onjuiste selectiecriteria worden gebruikt. Of je vaak op tv bent. Of je een beetje de blits gemaakt hebt in de media. Terwijl het kan best zijn dat je een voortreffelijk hardwerkend kamerlid bent. Wat nou niet zo charismatisch is. En wat niet elke avond in de talkshow zit. He? A la de BBB mevrouw. Dit heb je al vaker inderdaad gezegd. Dat je ook vindt de kennis... Ik heb goed... al honderd keer gezegd. Ja. Maar niet dat dat gaat, gaat niks helpen. Nee, maar je vindt ook... Om even uit te leggen waarom je dit vindt. Je vindt dat als je lang in de kamer zit... Dan... Kennis en ervaring gaat dan ja. meetellen, dat heb je nodig om beslissingen ja, te nemen. Het hoeft niet de familie Tilanus te zijn. Ik geloof dat Tilanus senior 30 jaar in de kamer heeft gezeten. En Tilanus junior 17 jaar. Dus samen hebben ze bijna een half in de kamer gezeten. Dat hoeft niet. Maar wel, zorg wel dat je daar werkelijk wortels kunt schieten. Dat je weet hoe het werkt. Dat je, dat je ook werkt aan. Aan wetgeving en, en nuttige dingen doet. En dat kun je niet in vier jaar Het gaat er niet om dat je voortdurend de blitz maakt bij de talkshows. Maar moet je dan acht jaar daar zitten? Dat is anti-reclame wat mij betreft. Maar je hebt toch ook misschien snelle leerlingen die uh, het uh, binnen een paar jaar al in de, in de vingers hebben? Dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Maar uh, dan nog zou ik zeggen, des te beter. Want dan kun je ze beter wat langer laten zitten. Ja. Als ze het aan het ambacht werkelijk verstaan. En hoe kijk je, je dat? Ziet, dan? Je kijk naar de bewondering voor iemand als omzicht. Die nou juist zijn waarde ontleent aan het feit dat hij zo'n voortreffelijk en ijverig Kamerlid is. He? Ja, en een dossiervreter, hij weet waar hij het over heeft. Ja.